Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. Wederom een aflevering over waterstofbruggen in de serie Soorten Bindingen. We gaan geen nieuwe bindingen bekijken, wederom waterstofbruggen. Maar we gaan wat dieper in op wat dat betekent voor stofeigenschappen van bepaalde stoffen. Hier zien we twee stoffen. De linkerstof is ethaan. Hier zien we een bal- en stokmodel. En hier zien we ethanol. En het verschil tussen ethaan en ethanol is dit zuurstofatoom en daardoor deze OH-groep. En als we kijken naar deze moleculen, dan lijken ze eigenlijk best wel op elkaar. Ze zijn ongeveer even groot en toch zijn er wat verschillen. Een van de verschillen is het kookpunt. En ethaan is bij kamertemperatuur een gas, kookt bij min 88 graden, dus bij 20 graden Celsius is dat een gas. En ethanol kookt bij 78 graden, dus een veel hogere temperatuur. En een ander dingetje waar we naar gaan kijken, een ander verschil, is ethaan lost niet op in water. Ethanol, dat lost heel goed op in water. Ethanol wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel alcohol genoemd. Nou ja, denk aan alcoholische drankjes, daar zit de alcohol in opgelost, opgelost in het water. Dus alcohol lost goed op, ethanol lost niet op. Nou, ook dat gaan we op microniveau met behulp van waterstofbruggen verklaren. Eerst maar eens eventjes dat kookpunt. Hier zien we wederom zo'n molecuul ethanol. En hier hebben we die OH-groep. En misschien kun je nog herinneren dat uit die vorige aflevering dat OH-groepen een min- en een pluskant hebben. En als we dus meerdere van die moleculen hebben, en die moleculen die bewegen allemaal door elkaar, dan zullen er tussen die moleculen extra bindingen ontstaan. En die extra bindingen, nou, die hebben we al eens gezien. Want we hebben gezien dat zo'n zuurstofatoom een beetje min is. En een waterstofatoom een beetje plus. Let wel op dat ik daarbij heb over de H van een OH-groep. Dus ik neem steeds een haartje die vastzit aan een O en niet een haartje die vastzit aan een koolstofatoom. Nou, dat is niet alleen bij dit ethanolmolecuul zo, maar ook bijvoorbeeld bij deze. Dus ook hier hebben we delta min. Nou, kom op. Delta min en delta plus. En dat betekent dat hier een extra aantrekkingskracht heerst. En hier ook. En die extra aantrekkingskracht die kennen we al bij naam. Want die extra aantrekkingskracht die heet de waterstofbrug. En van een waterstofbrug weten we dat dat een sterke binding is. Sterker dan de Van der Waals-binding. En dat betekent dus dat ethanol een wat hoger kookpunt heeft dan bijvoorbeeld ethaan. Bij ethaan is er geen OH-groep, ook geen NH-groep. Dus ethaan, zoals we die net hebben gezien, die kan geen waterstofbruggen vormen. Dus daar zijn alleen maar Van der Waals-bindingen. En Van der Waals-bindingen, ja, die zijn afhankelijk van de grootte van het molecuul. En ethaan is niet zo groot. Dus ethaan heeft een laag kookpunt. En ethanol heeft dus die extra waterstofbrug die we hier zien. Waardoor ethanol een hoger kookpunt heeft. Nou, dat is al een voorbeeld waarbij je op microniveau, hè, dus op het niveau van moleculen, verklaart waarom het op macroniveau, het niveau van stofeigenschappen, een hoog kookpunt heeft. Kookpunt is een stofeigenschap, dat is macroniveau. En hier hebben we het over moleculen en bindingen daartussen, en over groepen, een OH-groep. Dus spreken we over microniveau. Goed, ik zei dat ethanol ook goed oplost in water en ethaan helemaal niet. Nou, daar gaan we ook even naar kijken. Hier aan de rechterkant zien we een watermolecuul en links ethanol. Nou, stel je voor dat we die ethanol nog niet hebben. Dus die watermoleculen die zitten lekker bij elkaar in de oplossing of in de vloeistof. En tussen die watermoleculen daar heersen allemaal waterstofbruggen. En dat betekent dat die elkaar stevig aantrekken. Hè? Dus hier tussen daar bevinden zich waterstofbruggen. En daarom heeft water onder andere een hoog kookpunt. Stel je nou voor dat je ethaan daarin op wil lossen. Dus ethaan heb ik het nu over. Hè? Dus niet over dat ethanol wat hier staat, maar ethaan. Ik zal het even in structuurformule tekenen. Zo, ethaan gaan we hier proberen op te lossen. Dat betekent dat de moleculen van het ethaan tussen de watermoleculen moet gaan zitten. Hè? Dus om het op te lossen. Dan hebben we hier een probleem. Want dat betekent dat die waterstofbruggen verbroken moeten worden. En die waterstofbruggen, ja, dat zijn nogal sterke bindingen.
Dus die worden niet zomaar verbroken. Dus ethaan lost niet op in water. Die watermoleculen die staan niet toe dat die ethaanmoleculen daartussen komen. Kijken we echter naar ethanol, dan is er natuurlijk een verschil. Ethanol heeft een OH-groep. En hoewel dat, als dat molecuul hier tussen moet, dan kan dat, die OH-groep ook waterstofbruggen vormen. Dus laten we dat ethaan even weghalen. En we gaan even wat mengen. Dus stel je voor, we hebben die watermoleculen. En dan kunnen tussen die watermoleculen kunnen zich die OH of die ethanolmoleculen gaan plaatsen. Die gaan zich daartussen positioneren. En natuurlijk wel zo dat er waterstofbruggen gevormd gaan worden. Dus ik moet dat een beetje organiseren en zo. Maar dan zie je al hier waterstofbruggen. Misschien zie je al mogelijke waterstofbruggen. Ik ga ze even tekenen met zwart. Dus deze O is delta min en die H is delta plus. Dus dat betekent dat we hier een waterstofbrug hebben. En hier kan ook een waterstofbrug vormen. En hier en hier. Dus zo kunnen er waterstofbruggen gevormd worden. Waardoor het ethanol dus kan oplossen in water. En ook hier hebben we dus op microniveau uitgelegd waarom ethanol oplost in water. Ethanol heeft een OH-groep, de ethanolmoleculen hebben een OH-groep. En daardoor kunnen ze waterstofbruggen vormen met watermoleculen en daardoor lost het op. Iets waar je voor op moet passen is dat je bijvoorbeeld een waterstofbrug tekent hier. Ik zal het met rood doen. Dit is fout. Stel je voor dat je hier een waterstofbrug tekent. Dan heb je een O gebruikt. Dat is wel oké, deze O. Maar je hebt ook een H gebruikt. Maar die H die zit vast aan een koolstofatoom. En je weet nog uit een eerdere aflevering dat waterstofbruggen, daar heb je altijd een OH of een NH groep voor nodig. Dus deze waterstofbrug die ik hier getekend heb is fout. Ik haal hem ook gauw weer weg. Zo. Dan heb ik alle weggehaald. Nou, even proberen met een gummetje. Zo, deze halen we hier gauw weer weg. Zo. Goed. Dus op deze manier kun je op microniveau uitleggen waarom ethanol oplost. Goed, tot zover deze aflevering over waterstofbruggen en andere stoffen met een OH of een NH groep, dus andere stoffen dan water of ammoniak. Bedankt voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.